In de Franstalige pers verscheen zo pas een gemene en laffe aanval op mijn persoon. En dit naar aanleiding van een publicatie voor de 50ste verjaardag van het Vlaams parlement. Men vraagt zowaar dat ik ontslag neem uit de N-VA. Wel, ten eerste, dit is helemaal geen N-VA-document. Het volledige bureau van het parlement ging akkoord met deze publicatie. Dus ook Groen, de socialisten en zelfs de communisten. 2. In het magazine maken historici heel duidelijk dat de collaboratie afschuwelijk en fout was. 3. De regie van het blad was volledig in handen van een externe partner, Newsweek Belgium. Er was effectief een onzorgvuldigheid in de opmaak, maar daarvoor heeft het parlement wel zijn excuses aangeboden en deze werden ook aanvaard door de Joodse organisaties in Antwerpen. Stellen dat nazi's geëerd worden in dit magazine is totaal misplaatst en onjuist. Integendeel, onder de foto's staat heel duidelijk dat twee Vlaamse kopstukken collaboreerden en daarvoor zwaar gestraft werden. Eentje daarvan bekocht het zelfs met de dood. En dat staat daar ook in. Conclusie: ik heb echt geen lessen te krijgen van arrogante Franstaligen die alle Vlamingen als racisten beschouwen en die denken dat ze beter zijn. Vlaanderen is tenminste in het reine gekomen met zijn verleden en durft dat ook recht in de ogen te kijken. En ook durft om zijn fouten te erkennen. Dat kan je van Franstalig België spijtig genoeg niet zeggen. Over het nazistische Rex van Léon de Grel bijvoorbeeld wordt zedig gezwegen. Of het wordt afgedaan als een aberratie. Maar dat was het zeker niet. Rex telde duizenden aanhangers. Idem met het Waalse Waffen-SS-legioen en de moord op duizenden Joden, waar nauwelijks over wordt gesproken. Of wat met de vele archieven die na de oorlog allemaal werden vernietigd in Franstalig België. En ik ben er ook van overtuigd dat de meesten niet eens weten dat een Waalse arts als rechterhand van dokter Mengele in Auschwitz dienst deed. Daar zou echt meer aandacht voor moeten komen. Meneer Kotek, uw haat voor Vlamingen en de N-VA maakt u ook blind voor al het werk dat ik en mijn partij vandaag doen voor onder andere de Joodse gemeenschap in het parlement. En daar schrijft u ook nooit iets over in uw blad. Resoluties om Hezbollah te verbieden. De beveiliging van Joodse instellingen. Garanderen dat we het antisemitisme kunnen bestrijden. Of het feit dat ik vorige week in het parlement een oproep lanceerde om een minuut stilte in ere te houden voor de slachtoffers van de Holocaust. Daar horen wij u niet over. En dat is de schaamte voorbij.